Veld Academy tries to connect regular education from various institutes to actual societal tasks. SSDelft is a non-profit foundation and we transform empty, vacant buildings into student housing. And I think adding to our cities a kind of housing typologies that create much more dynamic is something our cities really need. We have founded an initiative called the Home Not Shelter, where we worked in the wake of the refugee situation in Germany on the development of new housing typologies, but also in the process how these houses can be made. I was invited to participate in one of the projects in Vienna, transforming a big office building into housing for refugees and students. I thought this is something we have to transpose it to the Netherlands as well. So we just started right now with the workshop, and we start to think about how the users could use this space, what we are creating. The design build workshop is, like the words say, it's about making plans, about listening to the future users, what do they need. Of course, it's not only home not shelter, it's also the design build thinking, that students design something and build it in the end. By bringing them into practice and onto site, physically onto site, in contact with other people they work with, they are learning a lot or generating a lot of knowledge in the practical sense. So the interesting part is that it delivers a mutual benefit for students and the inhabitants. There has been projects built already in Vienna, in Berlin, in Oldenburg, and now we are doing the project in Delft. So the location is an old care home in Delft, and the healthcare part is gone. So we decided to put students in the other side of the building to make the elderly feel less lonely and to help the students with their new phase in their life. By mixing the groups that use the houses, the social tissue, the social interaction also will increase. And the good thing is also that once we design and make our cities in a way that the vulnerable people feel at home, it's good for everybody. So we create better cities, more interesting cities, and most of all also more dynamic cities. Die twee architecten die dit ook in het begin erover gepraat hebben, nou, toen hadden wij zoiets van hartstikke leuk. En nou hebben ze het helemaal verwezenlijkt. We're here today because this is the opening of the elderly home here in Delft. It's a celebration of the project which is now finished. Some of the elderly walked by and she was like, oh, what's happening, what's happening? I was like, well, it's the opening of the project, and she talked about how happy she was that there were finally people again. I must admit I'm very, very pleased with this result. It's a part of a large, extensive process, a new kind of living concept where various kinds of people help each other and sustain each other. The elderly already used to have a place here, and when we started the project here, we really saw that they missed the place. Het was net een spookhuis en nu als we leven, helemaal geweldig. Most interesting thing is the combination of work between very different people. The process was really interactive. We had a lot of help from the students, from the Veld Academy, and also from a professional architect, Christian Kaltenbach. You have also the elderly people, which were also involved in the project. You really see that these groups can help each other, especially also with the clients of Stichting Perspectief. And they all worked together and they had the same goal. They all wanted it to be a room where everyone could feel at home and do nice stuff together. I think it's a great example also what you can do, connecting young people, students, with their potential, their design potential, their creative potential, in order to develop
those kind of new concept. Yeah, the concept is unique in the Netherlands, at least, to mingle those groups of elderly, homeless and students together. Yeah, it's really nice that you can chit-chat with everybody around and not just living your own little life. Bijzonder goed dat we samen met studenten wonen. Now, how beautiful is it that old people are glad that students live near them? Jonge en oude samen, het bijzonder goed. So this experiment, I think, is the most important way to innovate if you are talking about those kind of societal issues. Wir sind in der Multihalle von Frei Otto in Mannheim, ein experimenteller Bau aus den frühen 70er Jahren, der damals für die offene Gesellschaft, für die demokratische Gesellschaft symbolisch stand. Ja, wir wollen diesen Ort nutzen als einen Ort, an dem wir mit jungen Leuten dauerhaft ein Sommercamp durchführen, bei dem wir uns mit Fragen des Wohnens, der architektonischen Entwicklung und des Zusammenlebens in der Gesellschaft auseinandersetzen wollen. Diese zweiwöchige Sommerakademie, die hat sich jetzt die letzten zwei Tage mit einem Welcome Lab beschäftigt, wo wir erstmal den Kontext in Mannheim aufgesaugt haben und gescannt haben und viel in den Nachbarschaften und den umliegenden Quartieren rumgetrieben haben, eigentlich um ein bisschen zu verstehen, an welchem Ort sind wir eigentlich, in welchem größeren Kontext bewegen wir uns. Die nächsten Tage werden wir jetzt der Entwicklung von Gestaltungs-, also vom Design widmen, die Entwürfe produzieren und dann werden wir gegen Ende der Woche in das tatsächlich physische 1:1 Modell einsteigen. Dazu werden wir dann die Zeichentische hier hinter mir verlassen und dann an die Kreissägen und an die großen Maschinen gehen, um dann wirklich auch Raum in der wahren Größe zu produzieren. Ja, die Summer School ist der erste Versuch, schon mal das zu zeigen, wofür die Multihalle in Zukunft stehen kann. Neben der Belebung und ein Ort für Sport und Kultur auch ein Diskussionsort zu sein, der die Stadt voranbringt, der sich mit aktuellen Fragen auseinandersetzt. Und die Summer School beschäftigt sich mit genau solchen kleinteiligen Interventionen. Wir hoffen, dass das ein Auftakt wird und die Summer School eine feste Einrichtung in der Multihalle werden wird. Dieses Projekt hat einen Vorgänger, aus dem wir es entwickelt haben. Das Flüchtlingsprojekt auf Spinelli, was wir mit der Universität Kaiserslautern 2016 mit Studierenden der Uni und mit Flüchtlingen auf Spinelli errichtet haben. Ein Gemeinschaftshaus für Flüchtlinge, auch in einem Design-Bild-Projekt. Also was die Studenten gemacht haben, die haben eigentlich gesagt, die meisten Leute, die leben in ihrer eigenen Wohnung und machen da alles, was man so in der Wohnung macht, essen, waschen, schlafen, lieben, tanzen und so weiter. Und eigentlich weiß man kaum, was die Nachbarn machen. Das bedeutet, unsere Idee war, dass wir dieses Thema Zuhause, das eigentlich nur in vier Wänden stattfindet, aufsprengen und für jeden zugänglich machen, sodass jeder eingeladen ist. Und es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, auf eine gemeinsame Komponente zu kommen, in so kurzer Zeit ein so großes Projekt auf die Beine zu stellen. Mit Händen und Füßen zu kommunizieren und dann doch auf den gleichen Nenner zu kommen. Das war wirklich eine ganz großartige Erfahrung und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich
würde mir wünschen, dass nicht nur die Pavillons einen guten Einsatz in Mannheim bekommen, sondern dass sich vor allem auch das Experimentieren in der Multihalle auf hohem Niveau verstetigen würde. Ich wünsche mir sehr, dass die Mannheimer und Mannheimerinnen dieses Projekt in die Stadt tragen und benutzen und weiterentwickeln und vielleicht auch umnutzen. Und die Fragestellung nach dem, wie wollen wir zusammen in unseren Städten wohnen, dass darauf Antworten gefunden werden und vielleicht zurückgetragen werden in die Multihalle, die 2023 zur Buga wieder eröffnet sein wird. Ik ben Anna en ik ben een student van de TU Delft bouwkunde en ik studeer architectuur. En samen met 5 andere bouwkundestudenten zijn wij op dit moment een paviljoen aan het bouwen hier in Rotterdam, Groot IJsselmonde. En dat paviljoen wordt gebouwd voor de jeugd van Groot IJsselmonde en alle andere bewoners kunnen daar ook gebruik van maken over 2 weken. Eigenlijk doen wij dit in eerste instantie vanuit een vak wat wij volgen aan de universiteit. Maar het doel van dit paviljoen is om een ruimte te bieden aan de jeugd van de wijk. En om de jeugd zo een plaats te geven waar zij echt samen kunnen komen en gebruik kunnen maken van iets wat wij voor hen en ook samen met hen gebouwd hebben. Voor mij als kinderombudsman vind ik het heel erg belangrijk dat we dingen die voor kinderen bedoeld zijn, met hen doen. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Het geeft hun de kans om hun te laten zien wat ze kunnen. En het geeft onze omgeving weer een beetje sjeu aan. Ja, gewoon aan de omgeving. En op de 26e gaan wij het openen. Maar vanwege corona zal het niet een evenement worden. Maar meer iets waarbij we gewoon erbij zullen zijn de hele dag. En dat iedereen er gebruik van kan gaan maken. En de Rotterdam Architectuurmaand organiseert ook een paar workshops die ook hier langs zullen gaan. Waardoor iedereen ook even komt kijken met een oog op architectuur. Gezelligheid en leuk. Er wordt veel gebruik van gemaakt van het plein, dus het zal best goed gaan. Leuk voor iedereen. Ja, we zijn hier 2 weken lang, zijn we eigenlijk elke dag van 9 tot 5 zijn we hard aan het werk. We hebben deze container waar we alles 's avonds weer inzetten, 's ochtends weer uithalen. Dan hangen we het zeil op en dan gaan we weer aan de slag. En dan zetten we dus die paviljoens helemaal in elkaar. Het is mooi weer op de klus, toch? Het is voor de jeugd en door de jeugd. Dus onder andere worden we vandaag geholpen door de kinderombudsman van Rotterdam. En ook een aantal jongeren van de jongerengarage. En dan hebben we de komende dagen nog een aantal andere jongeren uit de wijk die ook nog komen bijdragen. Dus die krijgen dan gewoon ook handschoenen aan en die mogen ook gewoon lekker aan het werk boren, zagen, schuren. Ze worden gewoon aan het werk gezet. Ik zit bij het jongerengarage 2020. En via de kinderombudsman Stan Schoutsmit zijn Cass en ik van het jongerengarage hier terechtgekomen. Wat me zo aanspreekt in het project is dat het door studenten is gemaakt, samen met kinderen en jongeren hier uit de buurt. En dat is iets wat mij als kinderombudsman enorm aanspreekt. Omdat ik vind dat we hier in Rotterdam niks moeten doen voor kinderen, zonder ook met die kinderen zelf gesproken te hebben. Nee, leuk idee. Nee, ik vind het echt heel erg positief. Zeker voor hun, voor die studenten, om een beetje hun creativiteit te kunnen laten zien. De Veldacademie kiest daarvoor vaak wijken uit waar een aantal problemen liggen of dingen die beter zouden kunnen. En dan zetten ze daar een groep studenten op. In dit geval waren wij dat. En dan moeten we eerst onderzoek doen naar wat kan er dan precies beter. En vervolgens gaan we kijken naar hoe kunnen we dat ook echt beter maken. Precies, de Rotterdammers. Ja, dan nemen we ook nog even gelijk een folder mee. Dankjewel. Frame It is een plek waar mensen samen kunnen komen en echt een gezamenlijke plek hebben in de wijk. Waar zij zich thuis voelen, wat zij hebben opgebouwd. Wat ook gewoon even laat zien van joh, wij geven met z'n allen om deze wijk. En dit is een plek waar wij elkaar ontmoeten en waar we trots op zijn. Wij zijn dus eigenlijk bezig met een soort van ruimtelijk ontwerp om meer veerkracht te geven aan de wijk. En het belangrijkste daarbij is dat we eigenlijk de afstand tussen de ontwerper en de gebruiker verkleinen. Dus we zorgen er eigenlijk voor dat de mensen die uiteindelijk gebruik gaan maken van het paviljoen echt in contact komen met het proces en het ontwerpen en het bouwen. Je moet heel geconcentreerd zijn, anders gaat het vaak. Heel erg precisiewerk. Ja, zeker. Nou, ik ben Isha, ik ben 19 jaar en ik ben hier terechtgekomen via PIT010. Ik loop stage bij jongerenwerkers, dus wij houden ons voornamelijk bezig met de jongeren. Toen ik het zag, ik vond het echt heel leuk bedacht en ook gewoon heel simpel, maar wel
als ze me vertellen van wat ze ermee gaan doen en waar het voor staat. Er zitten zoveel functies in, je kan er zoveel mee doen en ook gewoon mensen bij elkaar brengen. En het is ook gewoon leuk, het staat ook gewoon leuk, zeg maar. We zijn in februari begonnen met veldwerk en toen zijn we eerst hier onderzoek gaan doen in de wijk. Toen hebben we heel veel met bewoners gepraat en met jongeren. En hebben we eigenlijk gekeken naar, wat vind je leuk aan de wijk? Wat kan er misschien beter? En hoe zou je dat dan aanpakken? Dus we hebben ook aan kinderen gevraagd wat zij voor paviljoen zouden bouwen. En toen kwamen ze met hele verhalen over wat ze dan wilden maken en hoe ze dat voor zich zagen. En wat wel zou werken en wat niet zou werken. Vandaag werken we samen met PIT010. Dat is een instantie hier in Rotterdam die heel veel werk doet met jongeren hier uit de wijk. En vandaag zijn er ook een paar meiden die zijn komen helpen. Dus dat is echt super gaaf. Ik ben niet zo'n bouwfreak of handig in dingetjes, zeg maar. Ik doe het ook nooit thuis. Maar als je eenmaal bezig bent en bent aan het verven, je bent dit aan het doen. Het zijn gewoon allemaal nieuwe dingetjes die je aan het doen bent. Dus echt hartstikke leuk. Als je nu bezig bent en je hebt gebouwd en het is dadelijk klaar, dan denk je van, oh, laat me even kijken, weet je wel. Van, ik heb daar ook mee aan geholpen. Ja.